Met toespraakjes, muziek, een loterij en rondleidingen is de betovertuin bij Wooncomplex Noorderlicht in de Albertine Achterstraat in Leiden feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Martine Lewis knipte samen met initiatiefneemster Yvonne Ottenhoff het lintje door. De tuin is aangelegd door een tuingroep bestaande uit bewoners van Seniorencomplex Noorderlicht. Corporatie De Sleutel zorgde daarbij voor advies en hand- en spandiensten. De gemeente betaalde de tuin en tal van sponsoren droegen ook bij aan het eindresultaat. De rolstoeltoegankelijke tuin heeft ook een plukgedeelte met kruiden. En ook die staan op zo'n hoogte dat bewoners in een rolstoel er goed bij kunnen. Ter ere van de nieuwe betovertuin schreef voormalig stadsdichter Jaap Montagne een gedicht. Hier, bij het appartementencomplex Het Noorderlicht, heeft men een betovertuin gedicht. 55-plussers, chronisch zieke, dementerende mensen, gehandicapten en bejaarden, personen die therapeutisch kwamen helpen, zij planten stekjes in aarde of maakten een stenen pad. Timmerde een houten hek, niets bleek hier te gek. Zelfs uit andere wijken kwamen mensen kijken hoe alles hier groeit en bloeit.